mijn oren ben zijn bijvoorbeeld van oh, de bus net zo slim en zo. Ik ga lekker naar een dommere squalle. Je juist naar thuis. Praktijkschool. Dat is echt voor ben die echt dom binnen. Ze kennen net eens een goede baan laten kraaien. Ze binnen daar toch te dom voor. Een havens volle betten. Het enige wat wij kunnen worden binnen uitkering trekkers en bierken hier op doeken. Zo, op de bank. Ja, wat moet je met ons? Eigenlijk zijn we niet de moeite waard. In Friesland gaan zo'n 1300 bern naar het praktiekonderwijs. Het leegste niveau vat het onderwijs van bern die het om verschillende redenen moeite gaan met leren. En dat is een drege zaak in uw prestatiemaatschappij, waarin we ons minderwaardig dienen met een tal van praktische beroepen. Een soort van deze bands kam je haar en ik voor het onderwijs, omdat ze dijsseltje in al je varrodielen rennen. Maar wat is nou de weerheid achter deze varrodielen in een economie die het roept om goede hand? Hebben wij nou werkelijk te krijgen met bands die naar dogen? Die zouden bijstand in kennen? Om hier achter te komen, ren ik een jaar lang mee op drie Friese praktiekskwalen. Welkom bij Ik Ben Pro. Mooi. Eerst even een lichte introductie in de wereld van het voortgezet onderwijs. In Nederland gaan ze 1 miljoen bijna naar het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het niveau gaan ze naar het VWO, het HAVO of het VMBO. Maar dat is nog niet alles. Want voor bijna die het VMBO krijgt net heel kennen, is er het praktiekonderwijs. Ik wil het pro neemt. En voor bijna die net op het pro passen, is er het VSO. Het voortgezet speciaal onderwijs. En in grote lijn is dit dus uw onderwijsletter. Van leeg naar heeg. Deze serie gaat over praktiekonderwijs. In Nederland hebben we toen 29.000 leerlingen op 166 verschillende skwallen. In Friesland zit een zang van deze skwallen met een totaal van 1300 leerlingen. En op drie van deze skwallen zal ik een tijd mee rennen. Te weten, Snits, Dokkum en Jereveen. Goedemorgen al je. Hoe gaat ie? Hij hem goed slept. Ja. Maar waar je het mooi in? Als je mooi rinnen op een praktiekskwallen, is er vanzelfs één ding heel wichtig. De hand uit de mouwen. Alsjeblieft. Mag ik dit zo aan? Ja. Oké. Okay. Dat is net veilig voor de kleine. Oké. Okay. Oh, die past mooi. En dus zal ik naast de theorielessen een soort maar de band opzoeken tijdens vakken als algemene techniek, hout, metaalbewerking, horeca of big league schilderen. Als je deze past perfect. Dit zijn we echt goed in. Machtig mooi, jongen. Zo hoop je ik inzicht te krijgen in wat nou correct het verhaal van deze band is en hoe ze naar haar zelfs en de toekomst joggen. Hey Jasper, dat is volgens mij correct op deze school. Ja. Dit is in eerste eer. Ja. En vind je het leuk? Machtig. Machtig? Ja. Dat is een machtig mooi antwoord. Ja. Heen en zes trek een beetje op in deze school tot ik in? Nee, helemaal niet. En wat maakt deze school nou zo leuk? De lessen van techniek en kopen en gym. Maar theorie vind ik helemaal niks. Waarom net? Dat ik gewoon saai is. Ik ben echt eentje die gewoon met de hand wil. Je was met de handen werken. Ja. Maar komt het dan dat je zo goed in theorie bent, of vind je het gewoon net leuk? Ik ben er wel goed in, maar ik vind het gewoon net leuk. Hoe kies dit bol, hè, Joshua? Ja, ik ga mijn disco licht maken. Disco licht? Ja. Mooi. In deze serie zal ik impeteren met docenten en zaakkundigen. Om te beginnen met orthopedagoog en oud-directeur Henk Wesseling en directeur Peter Seldenrust van Snits. Wat is neffens haren de gedachte achter het praktiekonderwijs?
Ik denk dat praktiekonderwijs onderwijs is voor bern die moeite hebben met leren. Dus die net zo van de boeken binnen, maar wat van het dwam. En mooi de handen aan de slag binnen. Daarin gearworkje mooi de meeste kromen aan hinnen. En voor de band heel belangrijk is. Dus de ondersteuning die ze daarin krijgen. Die hier wil binnenkomen mooi een achterstand. Hè? Dus waarbij het leren in het basisonderwijs moeilijk doen. Waarbij ze misschien daar ik al helemaal kleren mooi binnen voor de honderdste keer draaien. En die eigenlijk wil wat leren moe binnen. En daar ik ondersteuning en begeleiding van u's daarin nodig hebben. Hoe spreek je dit uit? Als je een decimaal getal hebt. Dit? Ja? Ik niet. 0,8 of en dan 8. Die 8 heeft de waarde van 10. Nee, van 18e. Van 18e. Daarom schrijf je nu eens op net als 18e seconde. Heel goed, ja. Oh ja, maar zeg, leg het dan op die manier uit. Ik was even aan het zoeken hoe jij dit. Ja, 18e seconde. Nou, inderdaad, als Max dus heel hard aan het gassen is op zondag. Dan heeft hij en hij komt dit. Er is een toelatingstest. Daar moet de bern aan voldoen. Dat klinkt raar, maar dat is zo. De hartste toer gemiddeld 3 jaar leerachterstand. En een beneden gemiddelde intelligentie, om het samen te zeggen, van 54 tot 80. Dat is een beetje de range, ja. IQ-score. Ja, ja. Met name begrijpend lezen en rekenen. Dat binnen echt de kernen was de bern erop op beoordeeld. Van hoe is die achterstand op dat moment? Nou, dat soort bern, dat worden talitten. Dus net elk bern kan samen naar een praktiekskwallen. Let alleen op vorm. Het armpje ging al, hè? Bedwing jezelf, reageer niet. Hier is het spel. We letten op aantal. 3. Wat wij doen op het praktiekonderwijs, dat is bern beter functioneren letten, allerlei vaardigheden leren, ook middels stages. En uiteindelijk, via die stages, hopen we dan dat ze een mooie werkplek vinden. Deze aflevering begon met Faro-dielen. Deze Faro-dielen liet je een complexe mix tussen een gebrek aan kennis en begrip aan de ene kant en negatief gedrag van leerlingen aan de andere kant. Neffens de skwallen is het in elk geval een groot probleem in het zelfbeeld van de bern en stiet de ontwikkeling van leerlingen in het paad. Een self-fulfilling prophecy nemen docenten het ook wel. Als maar vaak genoeg de jaren krijgt dat net doost, is hij er vanzelfs naar gedragen. Dat vooroordeel dat zit er wel degelijk in. Dat mag gewoon eerlijk in wezen. En dat betekent dus ook dat als het op zijn praktiekskwallen werkt, dat is het extra niet best van was om daar maar die bern overheen te stappen. Want bern weten dat vaak zelf ik wel. Ik had wel eens gehoord dat ik zei, je moet goed je best doen, want dan kun je later een diploma krijgen. Dan zei zijn famke, ach meneer, wij kunnen wel een diploma halen, maar niemand zit op ons te wachten. Dat zei ze tegen mij. En toen dacht ik, goh, wat zit dat jip? Dat bern dat zelf zou vielen. Ja, als dan in schuilen verster is in leren. En de rest die werkt net ook. En dat is niet één keer, maar dat is elke dag eigenlijk op nee. Ja, dat doet natuurlijk wat mooier. Dus dat jouwt je een negatief zelfbeeld. Ja, dus dat ken je wel. Dat die ben ik negatief hoe zichzelf binnen had zien komen. Dus het is ook belangrijk om ze te leren zien van ja, oké, misschien kerst om net zo heel goed rekenen, maar de kerst wel degelijk een kost in elkaar timmeren. Of de kerst wel degelijk een heftruc besturen. Nou ja, en dat. Dat op die manier leren en op die manier je talenten ontdekken, dat wordt juist een positieve draai om je eigen waarde. Denk je praktiek onder die secour. Laatst sta ik 10 jaar. Goeie vraag. Ik vergelijk het volgens mij een diamantje. Dat diamantje, er zitten allemaal facetjes aan. En als het skitterlitter wordt, dan moet je hem draaien, zodat die skittering er komt. En dat is soms heel moeilijk om die skittering bij zijn band te vinden. Als het is altijd een ziektocht. Dan moet je altijd een chance van, hey, wat is er met dit band aan de hand? De hoop staat in dat het slagert. Soms geeft het een waai in en dan zegt nee, dit is het niet. En dan moet je in hoe is mijn docenten en met orders, maar ze zeggen, nou, dan geven we een orde. Komt op. En soms slagen het echt net, ja? Daar ben ik heel eerlijk in. Ja,
En hoe viel dat dan? Ja, dat is altijd triest. Triest. Net zozeer vanwege het feit dat ik me als orthopedagoog niet waardeerd viel of wat dan ook. Maar het gaat altijd om been. Ja. En er was voor elk been was het beste. Dus als het die net slagt, ja, dan is dat soms triest. Het beste voor elk been. Dat klinkt vanzelfs logisch. Maar ik vreeg in mijn wol oor hoe je dat als kwalle famico krijgen matte in een onderwijscultuur waarin het gemiddelde de norm is en ben in een systeem drukt worden omdat er van maatwerk geen tijd is. Het praktiekonderwijs is dan met 3% van alle leerlingen misschien maar een lietse speler in het Nederlandse onderwijs. Haar verhaal koe wel eens volle grutter wijzen. Hey Joshua? Ja? Wat er straks op televisie komt, hè? Ja? Vist u dat iedereen er al een scherm had? Dat zo machtig werd. Ja. Hey.